Hallo iedereen, ik was nog net eventjes mijn microfoon aan het controleren. Welkom in een nieuwe video en vandaag wil ik het eventjes hebben met jou over tweelingzielen en al die dingen die er meer rond gepaard gaan. Omdat er is al zoveel geschreven over al die labels, zal ik maar noemen, over die zielsconnecties. En jammer genoeg is niet alle informatie die verschijnt op het internet ook zoals dat eigenlijk in werkelijkheid bedoeld is. En dat maakt dat veel mensen prachtige kansen tot groei eigenlijk langs zich voorbij laten gaan, vanuit een romantisch, idealistisch beeld, op zoek naar die andere helft. Maar wat als je andere helft eigenlijk niet als mens geïncarneerd is in dit leven? Wat als jouw ziel eigenlijk nooit in twee gesplitst is en jij bent op zoek naar die andere helft? Wat als jouw zogenaamde tweeling dienst doet als jouw gids? Dan loop je eigenlijk een heleboel kansen mis tot innerlijke groei door een verkeerd beeld of eigenlijk een illusie zou ik het zelfs mogen noemen. Dus daarom is het ook net belangrijk om te beseffen en te weten dat jouw ziel heeft besloten om in dit leven te incarneren, om lessen te leren. Alleen die lessen die jij leert, die zijn verschillend van de lessen dat je buur leert, of je vriendin, of je moeder, of je vader, of je kinderen, of wie dan ook. Persoonlijke groei is namelijk de groei van je ziel. En dat maakt dat dat gewoon heel persoonlijk is, want er is niemand zoals jij. Jij hebt je eigen gaven en kwaliteiten. En daarom is het van levensbelang dat jij met jezelf aan de slag gaat. En dat je niet je tijd verspilt met het zoeken naar die andere helft. Want het enige wat je daarmee eigenlijk aantrekt en manifesteert, is dat jouw proces en dat proces eigenlijk maar altijd voortdurend verlengd wordt. Maar je kan geen stappen overslaan. Dus als er al een ander helft voor jou zou zijn, dan betekent dat dat je die ook nog niet zal tegenkomen wanneer dat jij niet noodzakelijke werken doet dat nodig is. En ook hier is eigenlijk de wet van aantrekking, de wet van resonantie, eigenlijk van toepassing. Dus het is veel belangrijker om jouw gevoel te volgen en de lessen te leren uit elke relatie die op je pad komt. En dan bedoel ik zowel over romantische relaties, vriendschappelijke relaties, werkrelaties, allerlei soorten relaties. En ik weet het, het is niet altijd evident om te weten wat de betekenis van alles wat je voelt. Laat staan dat je eigenlijk het verschil ziet of ervaart tussen je emoties en je gevoelens. Dat wil zeggen emoties vanuit je gekwetste kant en gevoelens dan misschien eerder de oprechte zaken. Maar zo heb ik, om een voorbeeld te geven, een vriend waarvan ik bij onze eerste ontmoeting wist dat ik hem en dus eigenlijk zijn ziel kende. En ik had ook gevoelens voor die persoon, maar eigenlijk niet op romantische basis. En dat maakte mij ook heel verward. Alleen die gevoelens konden mij wel iets zeggen. Maar op dat moment had ik nog niet bewustzijn om eigenlijk te weten en te voelen wat dat er aan de hand was. En dus begon ik te vragen van ja, kon ik die gevoelens wel vertrouwen? En welke les was of zat er eigenlijk in die relatie? En het was eigenlijk maar toen ik een aantal maanden later dan de tijd ervoor nam, echt ging gaan zitten en aan mijn team de vraag stelde met een open mind van oké, waar heb ik die persoon eerder ontmoet? Hoe zit het met onze zielsconnectie en zo? Dat bleek dat hij eigenlijk tot dezelfde zielenfamilie behoort en we samen op een fijnstoffelijk niveau aan dezelfde missie werken. Alleen als je zou zien wat dat hij doet in het dagelijkse leven, dan zou je eigenlijk niet zeggen dat hij bezig is met spiritualiteit. Maar eigenlijk is hij dat wel, alleen het uit zich op een heel andere manier. En het was ook dat stukje wat ik zag in de realiteit en wat ik voelde qua energie en herkenning, dat me deed twijfelen aan die connectie. Maar ze ook niet begrepende waar dat eigenlijk dat vertrouwde gevoel vandaan kwam. Maar dan hoorde ik ook van mijn gidsen dat hij eigenlijk een broer is op zielsniveau. En dat is dan natuurlijk nog anders, zoals dat we hier de woorden of de termen gebruiken van broer en zus. Op zielsniveau is dat nog een stukje anders. Maar voor mij klopte dat met die herkenning en dat gevoel van herkenning, van vertrouwdheid voornamelijk. Maar we deelden immers al verschillende levens samen. En zoals dat gaat met zielen, dan zij ontstaan en kennen eigenlijk enkel maar ook die onvoorwaardelijke liefde en eenheid. En het was ook dat dat maakte dat ik die verwarde gevoelens kreeg en niet wist wat ermee aan te vangen. Maar stel nu voor dat ik deze zielsliefde eigenlijk verward had voor een verliefdheid. Hè? Wat zou dat dan betekenen voor onze vriendschappelijke relatie?
ben ervan overtuigd dat dat geen goed idee zou geweest zijn en misschien zo meer dingen kapot gemaakt hebben dan dat nodig was. Dus ik ben blij dat ik geluisterd heb naar mijn intuïtie en de vraag heb gesteld aan mijn gidsen. Want zij weten immers wat dat mijn lessen zijn, mijn missies en mijn verschillende levenslijnen, maar ook van die andere persoon. En dus de gidsen, of zoals dat ik ze vaak noem, de lichtwezens van eenheid, die zien hoe het resultaat van bepaalde keuzes dat je gaat maken, hoe dat die gaan zijn in de toekomst. Dus die houden eigenlijk bij welk pad hij gaat gaan lopen. Dus je zou kunnen zeggen dat die vriend waar ik het over had, eigenlijk eerder een soulmate is. En met een soulmate hoef je niet altijd een relatie aan te gaan, zeker niet. Het is zelfs niet nodig dat je ook zelfs op aardsvlak iets samen doet. En ook hier is het belangrijk om je gevoel daarin te volgen. Klopt er iets niet of weet je niet goed hoe of wat, kan je ook gewoon aan je team of aan je gidsen vragen om daar meer boodschappen en leiding over te krijgen. En dat is eigenlijk ook een fout dat ik vaak zie gebeuren in relaties tussen mannen en vrouwen. Of als je eerder aangetrokken bent van mensen tot hetzelfde geslacht, dan is man, vrouw, vrouw. Maar dus dat we vaak, het is natuurlijk gemakkelijker uit te leggen tussen man en vrouw, dat we vaak gaan denken dat er altijd een onderliggende reden is. Dat er altijd het bedoel is of het doel is van relaties aangaan en dergelijke meer. Maar dat is het zeker niet. Dus let erop dat je zelf dat ook niet wijs maakt. Dat je zelf daar ook geen illusies probeert in te passen en probeert een realiteit te vormen. Want het zou wel eens kunnen zijn dat je meer lessen leert dan dat eigenlijk aanvankelijk de bedoeling was. Een andere misvatting waar ik het vandaag ook nog wel mee over hebben, is over het feit dat het idee dat iedereen een tweelingziel heeft. Een tweelingziel in die zin dat jouw ziel ooit zou opgesplitst zijn in twee delen. Dat is ook het verhaal dat vertaald wordt in de filosofie en in de esoterische wereld en zo. Waarbij de goden de mens heeft opgesplitst in twee delen, het mannelijk en een vrouwelijk deel, omdat ze veel te krachtig waren. Maar dus het klopt dat er mensen zijn die vanuit deze opsplitsing zijn geïncarneerd om op deze manier ervaringen op te doen en lessen te leren. Alleen, het stuk waar dat niet klopt, is dat niet voor iedere ziel die nu geïncarneerd is, ook een ander deel hier op aarde is, of gewoon dat jouw ziel eigenlijk nog, dat er nog ergens een ander deel is. Laat staan dat de deel er dan voor gekozen heeft om tegelijkertijd te incarneren. Want vaak, als dat inderdaad zo is, dat jouw ziel nu, zoals dat jij geïncarneerd bent nu, nog een ander deel ergens geeft, dan is het vaak zo dat het andere deel dan eigenlijk fungeert als jouw gids. Omdat jullie zo verbonden zijn en eigenlijk zelf dezelfde zielslessen gaan leren. Dus alles is afhankelijk van waar jouw ziel staat in zijn groei. En dan het terug samenkomen en één worden, dat kan eigenlijk ook maar pas nadat beide zielen op gelijkwaardige frequentie trillen. En dat is ook weer de wet van resonantie, de wet van aantrekking en zo meer. Want van zodra dat zielen er gezamenlijk voor besluiten om eigenlijk terug te keren naar de bron en dus weer één te worden. Dan is dat ook het leven of het moment waarop je met je tweelingziel zal incarneren en dat je in dat leven ook zal ontmoeten. Dus daarop verder gaande, dat betekent ook dat voor iedere ziel op aarde er meer dan mogelijke partners zijn. En afhankelijk van de keuzes die je maakt in je leven, zal je één van die potentiële partners in je leven komen. En elk Eén, zal je ook helpen met jouw innerlijke groei en de lessen die jij elkaar leert. Ik wil niet per se zeggen jij aan hen leert, maar je leert elkaar lessen. Dus het is belangrijk dat je die uitdaging niet uit de weg gaat, omdat je denkt dat je zou moeten wachten op die andere helft. Het is een ander verhaal als je tweelingvlam of je tweelingziel al in jouw leven is en je door geen het proces aan het gaan bent. Dat is een ander verhaal. Dus ga geen mogelijkheden uit de weg, gewoon voor het idee van ik heb nog iemand anders of ik ben nog aan het wachten op de andere. Want misschien moet je eerst nog ervaringen opdoen met een soulmate of een andere partner, vooraleer dat jouw ziel klaar is voor die speciale diepe liefde. Dus hoe dan ook. Volg daarin jouw gevoel, volg je emoties. Als het aangaan van een relatie met iemand anders dan dat wat jij aanvoelt van tweelingvlam of tweelingziel of wat dan ook, oké voelt, dan laat niets of niemand jou daarin tegenhouden.
Maar tegelijkertijd, blijf goed bij jezelf gaan vertrouwen, blijf goed bij jezelf afstemmen en wees eerlijk met jezelf wat dat de reden is waarom je dat gaat gaan doen. Want hoe dan ook, die diepe liefde zal je ook ervaren in je leven op voorwaarde dat jij je hart natuurlijk openstelt en die liefde toelaat in welke vorm dan ook. Want die liefde, wat een energie is, dat kan je ervaren met je huisdieren, met je kinderen, met familie en vrienden. Ik heb het zelfs al meermaals ervaren, ook tussen in het samenwerken met klanten of van volgers die mij boodschappen sturen, waarin dat je dat mag ervaren. Want onvoorwaardelijke liefde is niet beperkt tot één liefdespartner. Is gewoon niet beperkt tot één iemand. Is gewoon onvoorwaardelijke liefde is gewoon de energie die over de aarde stroomt. De enige echte ware energie hier op aarde. En dat is ook hetgeen wat we in deze nieuwe tijden aan het leren zijn, omdat we ook aan het groeien zijn naar die eenheid in individualiteit. Waar dat we allen ooit één waren en samen deel uitmaakten van diezelfde bron. Hè. Je zou het kunnen vergelijken als water, allemaal samen in één kom, in één ruimte. Allemaal hetzelfde voelen, gaat de een de ene kant op, gaat die mee. Dus maakt dezelfde beweging, dezelfde denken, dezelfde voelen. Tot op een bepaald moment de bron zei van, ik wil mezelf verder gaan uitdrukken en ervaren. En hoe kan ik dat beter gaan doen dan mij te gaan opsplitsen in verschillende individuele zielen. En dat maakt dat we dan geboren werden in verschillende golven als individuele zielen. Klaar om ervaringen op te doen. Eerst via heel eenvoudige levens en nog steeds met een groepsbewustzijn. Zoals bijvoorbeeld bij eencelligen en planten en sommige dieren. En dat proces beschrijf ik ook in mijn boek 96 Vlammen. Dus als je dat nog niet in huis hebt gehad, dan is dat zeker een aanrader. Maar dus doorheen de evolutie hebben we meer en meer geleerd over het leven. Totdat we uiteindelijk de kans kregen om te incarneren als iets gecompliceerdere dieren, dus iets ingewikkelde dieren, met een volledig individueel bewustzijn. Totdat we uiteindelijk de mens, zoals je het nu kent, ook is ontstaan. Zodat we echt ook alles konden ervaren. En dat maakt dat ook de dualiteit is ontstaan, waardoor dat we niet meer alleen liefde, maar natuurlijk ook haat konden ervaren. Dat we koud en warm konden ervaren. Dat we hoog en laag konden ervaren. Alle tegenstellingen die op het palet van ervaring bestaan eigenlijk, dat zorgt ervoor dat we echt een heel uitgebreid scala kunnen leren over het leven. En dat betekent natuurlijk ook dat we levens gehad hebben en dat we slachtoffer waren van iets, maar een andere levens waren ook de dader van. In dezelfde situatie bijvoorbeeld. Want ook dat hoort bij aan het leven en het leren in een duale wereld. Nu, met het massale ontwaken is de tijd ook weer gekomen om die onvoorwaardelijke liefde van de bron te verankeren op aarde. En we hebben ondertussen genoeg zaken geleerd uit dualiteit. We zijn te ver afgezakt in die hele lage, diepe trillingen. En dat maakt dat we nu klaar zijn om eigenlijk als collectief, als geheel, weer te gaan verbeteren. En dan daar zijn de zielen die als een tweelingstraal, tweelingvlam zijn geïncarneerd, van uitermate belang. Want zij kunnen samen vanuit de onvoorwaardelijke liefde die ze voelen voor elkaar en eigenlijk een nieuwe samenleving creëren. Ze zijn eigenlijk wel het voorbeeld. Laat ons zeggen dat ze wat noodgedwongen in die situatie zitten maar, en van daaruit die drive voelen om dat verder te gaan doen. Maar tweelingstralen of tweelingvlammen, dat eigenlijk twee aparte zielen zijn, dus zijn die individualiteit. Die zijn op hetzelfde ogenblik geboren, dus uit die bron van eenheid ontstaan. Maar die zijn in staat om over de beperking van het ego te zien, te voelen, te horen zonder oordeel, zonder verwachtingen, zonder verlangens. Maar dat vraagt natuurlijk om eerst zelf het innerlijke werk te gaan doen. Om zelf te leren over onvoorwaardelijke liefde. Om zelf in onvoorwaardelijkheid in het leven te staan, ook naar zichzelf toe. Want onvoorwaardelijk is immers zonder voorwaarden. En dus hiervoor dragen deze zielen ook lichtcodes in zich, om dit proces iets moeitelozer te kunnen dragen. Door het feit dat ze zich eigenlijk automatisch aangesproken voelen tot elkaar, volgen ze hierin het natuurlijke proces. En dat is die onweerstaanbare drang waar ik het soms over heb. Waardoor dat ze weten van als ik al dit harde, lastige werk heb gedaan of doe, dan krijg ik aan het eind van mijn rit die onvoorwaardelijke en zuivere liefde als bedanking. En dat maakt dat het pad van een tweelingvlam eigenlijk voor elk paar ook weer heel uniek is, omdat het automatisch ook weer verbonden is aan de zielsgroei van die beide zielen. En aangezien dat we allemaal uniek zijn en heel anders en heel individueel zijn,
kan dat niet hetzelfde zijn voor iedereen. Het is wel mogelijk om daar een aantal rode draden in te vinden, een aantal algemeenheden, maar toch gaat een bepaalde reactie op een bepaalde manier van aanpak bij de ene oké zijn en gaat bij de andere misschien iets minder of niet oké zijn. Vanuit onze gekwetstheid en vanuit verschillende trauma's uit vorige levens op aarde en daarbuiten zijn eigenlijk nog veel mensen niet in staat om deze hoogtrillende manier, dus die onvoorwaardelijke liefde, om dat vorm te geven in hun aardse leven. We weten niet hoe dat moet, we weten niet hoe dat is. We zitten eigenlijk nog een stukje vast door die beperking, door ideeën dat we hebben over hoe dat relaties zou moeten zijn en zo meer. En dat is het verschil met tweelingvlammen, die doen dat eigenlijk als vanzelf. Door de codes die in zich aanwezig zijn, doen dat als vanzelf, door de essentie die ze zijn. En de connectie van tweelingvlammen gaat eigenlijk ook nog veel een stukje verder terug dan de opsplitsing van één ziel in twee. Want in ontstaan zijn tweelingvlammen ouder dan tweelingzielen. Ik ga op dat stukje nu niet verder ingaan, maar als je dat wilt, kan ik daar wel een andere video nog over maken. Of ik kan het boek lezen, natuurlijk. Maar dus door hun individualiteit en de connectie met de eenheid die overal is, kunnen tweelingvlammen die hogere energie van liefde uit de bron, dus die onvoorwaardelijke liefde voor alles wat is, ankeren en vasthouden op aarde. En wanneer tweelingvlammen samenkomen, ontstaat er eigenlijk een heel krachtige energie, een vortex, die alle negativiteit transformeert. Niet alleen in zichzelf, maar ook naar buiten toe. En dat heeft verschillende klanten eigenlijk die door met mij samen te werken en die connectie van mij en mijn tweelingvlam te ervaren, dat eigenlijk ook zelf al mogen ervaren hoe overweldigend het kan zijn, maar ook hoe mooi en hoe vervullend het aanvoelt. Want de liefde van tweelingvlammen deelt eigenlijk ook een groter doel dan enkel hun eigen liefdesrelatie. En hierdoor kunnen ook andere zielen dan eigenlijk het binnenkomende licht van deze liefde gaan absorberen in hun eigen leven en ook gaan ankeren in hun lichaam, zodanig dat zij op die manier verder kunnen ascenderen, groeien, bewust worden, maar eigenlijk ook in hun eigen missie gaan stappen. En van daaruit, omdat zij dan op dat moment ook die lichtcodes in hun systeem hebben, om dat op dat moment dan weer verder te geven. Wat dus dat betekent dat je altijd maar verder groeit als ziel naar zelfrealisatie, waarbij dat jij je ware diepe essentie kan neerzetten in dit fysieke leven. En dat je dus niet meer moet wachten tot nog zoveel andere wonderlevens. Nu, ik zou zeggen, voel je trillingen in je lichaam bij het voelen van dit alles, dan ben jij wellicht ook één van de tweelingvlammen die één van deze belangrijke missies hier op aarde meedraagt. En het contact met een tweelingvlam of een tweelingziel kan je eigenlijk nooit forceren. Ik heb het waarschijnlijk al ontzettend veel keer gezegd. Maar het ontstaat op tijdstip dat jullie beiden er klaar voor zijn. Of wanneer de ontmoeting belangrijk is in de fase van de zielsgroei van elke ziel afzonderlijk. Want het kan zijn dat, en nee, het kan niet zijn, vaak is het ook nog zo, dat jezelf en de andere tweelingvlam ook nog een aantal angsten, overtuigingen, of emotionele bagage mag gaan transformeren. En door het feit dat dat zo diep verborgen zit in jouw schaduwen, is eigenlijk maar enkel de tweelingvlam in staat om dat zo duidelijk te spiegelen dat je het echt gaat gaan zien dat het echt helder is. En dat maakt dat soms ook het contact er ook kan zijn, bijvoorbeeld, om zodanig dat één of beide partners ook karmische relaties zouden kunnen afronden. Omdat die door overtuiging dat ze hebben gewoon in die relaties blijven zitten. Dus ook daar zie je dat dat heel individueel is en voor iedereen anders is. Nu, vanuit angst voor die enorme kracht van die connectie kan het zijn, en zeker in het begin, dat jij of jouw tweelingvlam ervoor kiest om de connectie niet aan te gaan. En ook dat is goed, want ook dat zal deel uitmaken ook van jouw proces. Maar weet dat het niet alleen voor jouw hoogste goed is dat je op dit pad komt. Je helpt er niet alleen jezelf of je tweelingvlam mee door ook al je bagage, al je schaduwen uit te werken en te transformeren. Maar je hebt er ook je zielenfamilie mee. De zielen die samen een hogere zelf delen. Je galactische familie. Eigenlijk de planeet of gewoon zeg het universum. Iedereen en alles wat is, kan hierdoor een stap verder zetten in de evolutie. Van zodra, eigenlijk van het moment dat jij ook zelf die stap durft te zetten in jouw eigen evolutie. En het nodige werk daarin doet. En ook hier is het belangrijk dat je eigenlijk weet en zeg tegen jezelf van ik hoef niet te weten wat het resultaat zal zijn. Ik hoef niet te weten waar het heen gaat. Ik weet dat ik begeleid word en dat ik ondersteund word. En dat al enkel dingen die voor mijn hoogste goed zijn, dus die goed voor me zijn, op mijn pad zullen komen. Maar we zijn tenslotte allemaal één. We werken allemaal naar hetzelfde doel toe. Namelijk het creëren van die nieuwe aarde. Van die nieuwe wereld op aarde.
van een nieuwe manier van leven. Vanuit onze hartsenergie, of vanuit Christusbewustzijn, of ook wel het eenheidsbewustzijn genoemd. Waarin dat we inderdaad leren wat dat betekent om die eenheid en individualiteit echt vorm te geven en te materialiseren. Nu, ik zie dat ik ondertussen weer al 20 minuten bezig ben, dus ik ga hier een einde aan breien. Maar wil je dus op een snelle, efficiënte manier werken aan blokkades, problemen, wat dan ook? Heb je vragen? Zit je met, ben je dingen aan het leren en weet je niet hoe dat gaat? Ook gewoon rond manifestatie toe. Dan nodig ik je uit om met mij samen te werken. En dat kan op verschillende manieren. Afhankelijk van waar je nu staat in je groei, is bij iedereen ook anders. Dus daarom zou ik zeggen, maar klik op de linkjes. Excuseer, ook om angsten te healen en los te laten. Maar dus klik op de linkjes onderaan in de video voor meer informatie. Via de linkjes kom je altijd terecht op mijn pagina, op een pagina op mijn website bedoel ik. En zeker als je nog niet goed weet wat dat voor jou nu misschien de beste is, of het meeste aansluit bij jouw situatie, dan mag je gerust jouw vraag via de contactpagina op de website naar mij toesturen. En dan kijk ik om eventueel een kort gesprek in te plannen, of afhankelijk van wat jouw vraag is. En zoals altijd, wat dat je ook beslist, wat dat je ook doet, kies er gewoon elke dag voor om je goed te voelen. En dan ga je zien dat beetje bij beetje ook jouw leven positief gaat veranderen. En dat je net in staat zal zijn, zoals mij en vele anderen ondertussen, om vanuit die hartsenergie te leven, om vanuit die eenheidsenergie te geven. En ga je zien dat manifestaties eigenlijk supersnel kan gaan. Want het gaat erover wat dat jij erover denkt, over wat dat mogelijk is. Zo, dat was het voor nu. Spreek je morgen in een nieuwe video, nieuwe week. En wie weet waar we het morgen over hebben. Tot in de volgende. Dag.